In de Ruwe Diamant volgen we talentvolle sporters uit Flevoland. Aan deze ruwe diamanten moet nog wel worden geslepen om uiteindelijk een topsporter te worden. Vandaag volgen we de 11-jarige voetballer Logan Beck uit Almere. Keurig, Logan. Ik ben een speler met techniek, veel snelheid, want mijn vader was ook vroeger sprinter geweest. En sportieve jongen. Zijn vader is niemand minder dan oud-atleet Timothy Beck, die zowel aan de Olympische Zomer als de Winterspelen deelnam. Beck, die tegenwoordig leraar economie is op het Egnaton College in Almere, merkte al vroeg dat zijn zoon Logan talent had. Ik had wel heel snel door dat hij heel veel energie had. Dat hij heel graag bezig was met bewegen. Dus ik was vaak met hem buiten. Vroeger ging hij gewoon vaak het bos in, veel wandelen, gewoon veel sporten. En op een gegeven moment merkte ik wel dat hij wel heel handig met de bal was ook. En toen dacht ik wel van, oké, dat jongetje heeft wel echt talent. Had je niet liever gewild dat hij atleet werd? Toen hij opgroeide, dacht ik wel van, leuk als hij ook atletiek gaat doen. Want dat vind ik natuurlijk wel de mooiste sport die er is, de moeder der sporten. Maar ik merkte heel snel dat hij verliefd was op de bal eigenlijk. Thuis al, hij sliep bijna met de bal. En toen dacht ik, hij moet natuurlijk zelf weten welke sport hij wil doen. En dat is dus voetbal geworden. Naast de reguliere trainingen bij Ajax traint Logan ook heel veel individueel met zijn vader. We trainen heel vaak met dingen, met sprintoefeningen en zo. Maar hij heeft me ook heel goed techniek geleerd en zo. Maar hij kan niet zo goed voetballen, hij is een sprinter. Ja. Maar daar heb je wel wat aan, dus aan zijn uitleg en aan zijn aanwijzingen. Ja. Wat met name? Hoe weet dat? Want in voetbal moet je ook je snelheid gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld langs de zijlijn rennen. En dan kan je gewoon een mooie actie maken. Maar dan ben je ook sneller dan spelers als je snelheid heel goed gebruikt. En als je ook heel veel snelheid hebt. Ja. Logan werd al vroeg als spelertje van het Almeerse AS80 ontdekt door deze Colin Brouwer. Die hem naar Almere City haalde. En bij Almere City kwam Beck vervolgens al heel snel op de radar bij Ajax. Ja, speler die heel graag vanuit zijn intuïtie voetbalt. Dat ook met plezier doet. Hij maakt graag zijn actie. Het is ook een actie te veel. Aan de andere kant weer mooi om te zien dat hij daar het lef voor heeft. Dus ik wil hem graag samenvatten als een hele energieke, vrolijke jongen die je ook heel graag wil leren. Nou, eerst bij AS80 dacht ik al dat het heel bijzonder was dat hij in de selectie kwam daar. Vond ik al leuk. En toen werd ik al een beetje zo'n enthousiaste vader aan de kant. En daarna ging hij naar Almere City. En daarna heel snel naar Ajax zelfs. Hè. Toen dat belletje kwam, vond ik het wel echt heel bijzonder. Ik kon het bijna niet geloven. En het ging heel snel. En ook wel spannend. Hè. Ajax, je bent toch wel ergens in een hele serieuze wereld, kom je terecht. Dat speel gaat er wel een beetje vanaf, dacht ik. Maar ik zie nog steeds dat hij aan het lachen is. Dat hij heel veel plezier heeft op de trainingen. Ja. En dat hij gewoon heel erg aan het ontwikkelen is en aan het groeien is. Ja. Dus hij vindt het gewoon hartstikke leuk. Hup, links. Ik denk dat het typische Ajax-speler is vanuit zijn 1-tegen-1 kwaliteiten, vanuit zijn snelheid. Ja, zit hij daar denk ik wel op zijn plek. Dus hij gedijt daar wel. Het is niet zo dat hij daar een andere jongen is geworden. Nee, helemaal niet. Ja, als ik heel eerlijk ben, was ik er wel een beetje bang voor. Ik dacht wel van, oké, zit je wel bij het grote Ajax nu. Wordt natuurlijk veel van je verwacht. Ze stellen hoge eisen. Maar Logan is duidelijk een jongetje die daarvan houdt. Die houdt van de uitdaging. Ook als ik met hem train, moet ik het zo ingewikkeld en spannend mogelijk maken. Want anders gaat hij zich vervelen. Dus hij is wel iemand die echt wel van de uitdaging houdt. En bij Ajax is die uitdaging sowieso groot. Dus, Zijn goede punten zijn dus vooral zijn techniek en zijn snelheid. Maar er zijn zeker ook nog zaken voor verbetering vatbaar. Ik vind dat ik meer over mijn schouders kan kijken soms. Maar daar ga ik aan werken. Als je zometeen ongeveer 13 jaar is, verwacht ik dat hij in een periode komt waarin je extra gevoelig bent voor de ontwikkeling van ruimtelijke oriëntatie. En daar zie je ook wel dat hij daar nog veel ruimte heeft voor verbetering. Wanneer moet hij diep, wanneer moet je in de bal, wanneer kun je naar binnen of juist naar buiten. Wanneer maak je wel de keuze voor de 1-tegen-1. En wanneer is misschien een 1-2'tje de beste oplossing. Dus weten wat je doet, ja, ik denk dat hij daar nog wel zijn verbeterpunten kan halen. De jonge Logan heeft mooie toekomstdromen. Ik wil later wel bij Barcelona spelen, omdat ik fan van Messi was. Dus het lijkt me heel leuk om bij Barcelona te spelen, want daar heeft Messi gespeeld. En ik wil bij Deft in het team komen, want Sergio Deft is ook een voorbeeld voor mij. En die ken jij, hè? Ja, die ken ik. Ja, hoe kan dat? Leg eens uit. Omdat mijn vader is meester. Mijn vader heeft hem les gegeven. En toen had hij mijn vader gevraagd om oefeningen om mijn vader te trainen en zo. En zo heb ik hem een beetje gekend, want ik heb ook met hem in de zomer getraind en zo vorig jaar. Ja, het is natuurlijk prachtig dat Logan zo'n voorbeeld heeft. Ik trainde wel eens met Dest en dan nam ik Logan altijd mee. Dat is waarschijnlijk ook wel een reden geweest dat Logan zo enthousiast is geworden over voetbal. En bij Dest had ook dezelfde droom.
Die speelde toen al bij Ajax ook op zijn 15e. En hij zei ook altijd al van ik ga het sowieso halen. En ja, hij heeft het gewoon gehaald. Het lijkt niet meer onmogelijk. Hè. Zo'n droom kun je hebben en het kan ook gewoon te realiseren zijn. Ja. Want een mooie profcarrière, dat ziet Logan wel zitten natuurlijk. Gewoon een leven waar iedereen fan van mij is en zo. Dus ja, het lijkt me gewoon leuk om profvoetballer te worden. Dan ben ik een beetje beroemd en dan verdien ik een beetje centjes. En of Logan uiteindelijk zijn profdroom kan realiseren, dat weten we over een paar jaar. Hij gaat er in ieder geval vol voor. Ja, sowieso wel. Als ik mijn best blijf doen, gaat het sowieso lukken. Ja? Maar ik ga mijn best goed doen. Ja. Dus het gaat wel lukken. De kans dat hij de top haalt, ja, ik geloof in hem. Hij gelooft ook in zichzelf. Dus ik zeg hier gewoon ja. Ik denk dat hij heel veel kwaliteit heeft en nog ook heel veel potentie heeft om nog beter te worden. Dus ik geloof erin dat hij op de lange termijn ook echt wel zijn debuut kan gaan maken binnen het betaald voetbal. Hoe die wegen gaan lopen, weet ik niet. Uiteindelijk leidt er inderdaad meerdere wegen naar Rome. Mocht het echt Ajax worden uiteindelijk en dat hij daar het eerste haalde, zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar als hij over 2 jaar een andere sport wil kiezen, misschien toch atletiek, zou dat ook mooi zijn.